Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik had de vlog afgesloten in mijn pyjama nog, want ik was gisteren vergeten. Dus ik dacht, nou ja, dan doe ik het maar gelijk eventjes. Want ik had wel geëdit tot het laatste stukje. Alleen het allerlaatste stukje nog niet. Dus die heb ik er net gauw bijgezet. Dan ben ik mij gaan aankleden. En dan ga ik de kinderen aankleden en zorgen dat Jordi naar school gaat. Dus dat gaan we doen. Vandaag heb ik niet veel bijzonders, dus het wordt een thuisdag, denk ik. Het stormt ook blijkbaar, dus we kunnen niet echt weg. We hebben Jordi naar school gebracht en toen Jordi op school kwam, ging hij aan het aanrecht staan. Zo van, ik moet eten. Dus toen hebben ze een boterham gegeven. Even Sam redden. Die staat zo. Mama is er. Kunnen stappen? Goed zo. Mama is er toch? Ja. Kom hier. Ja. Kan hij gelijk even spelen. Nou, dus hij heeft een boterham al gegeten op school. Vanochtend stond Liam ook te vragen om een boterham. Dus ik had hem een krentenbol gegeven. Ik heb Jordi ook aangeboden en hij sloeg het af. Maar ja, dan heeft hij nu dus wel honger gehad. Dus ik vroeg al van, moet ik brood komen brengen? Toen zei ze, nee, dat hoeft niet. Dus ja, als dat gemoed had ik het wel gedaan. Maar goed, ik heb ook al het Radboud gebeld, want ik heb woensdag een telefonische afspraak. Ze hebben afgelopen donderdag Jordi in het team besproken. En de botox is gewoon uitgewerkt. En het, ja, als Jordi buikpijn krijgt, kan hij af en toe niet eens staan op zijn benen. En ja, ik wil nu gewoon iets concreets voor hem. Ik wil dat er iets concreets is waarvoor, waar dat hij, zeg maar, verder mee komt. Nu staat hij stil. Hij, ja, dat. Er zit ook een beetje frustratie in dat het allemaal lang duurt. En ja, gewoon mijn gevoel wordt gevoed met frustratie. Dus dat. Ik ga eventjes zo dadelijk fruitje maken. En zorgen dat de kindjes lekker fruitje krijgen. Ik heb fruitje gemaakt voor Liam. Die zit lekker te bikken. En ik heb fruitje gemaakt voor onze Sam. Die zit ook lekker te bikken. En die doet zelf proberen te eten, hè. Zo zijn we ook begonnen met Liam, met zelf eten. Stukjes. Zo, een heel eentje. Zo, oké. En ja, het is banaan met aardbei. Maar goed, ik heb liever dat hij goed leert eten, dat hij alles lust, als dat ik een kind heb die niks lust. Zit gelijk bovenop me hangen. Dat hangt zo lekker, of niet? Oh, oké. Okay. Dankjewel! Yay! Kijk, het is bij jou! Mama blij? Mama blij met jouw kusje, hoor. Ja. Goed zo! De twee kindjes liggen in bed. Die gaan goed zo koud slapen, gelukkig. Ik heb ze in ieder geval niet meer gehoord. Ik heb voor mezelf even een broodje gezond, ongezond gemaakt. Het ongezonde maakt natuurlijk de mayo. Maar dit heb ik lekker gemaakt voor mezelf. Dan ga ik even lekker oppeuzelen. Onder het genot van een serie die ik aan het kijken ben. En dan ga ik zo dadelijk te eten beginnen. Ik ga iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. Ik ga een broccoli schotel maken voor in de oven. Ik heb gewoon gekeken wat ik in huis had en daar ga ik iets mee doen. Oké, wat ik dus ga maken is een beetje afgeleid van internet en afgeleid van moi. Ik ben aardappels aan het koken. Ik ga zo mijn broccoli koken. Dan maak ik een broccoli stampot. En dan doe ik in plaats van boter, doe ik er crème fraîche bij. En dan wel gewoon de kruiden en alles, nootmuskaat, peper, aromat, wat ik er altijd in doe. En dat doe ik dan door elkaar maken. Het wordt wel een grove broccoli stampot. Ik ben nu gehakt aan het maken, daar gaan champignons doorheen, daar doe ik een beetje kruiden doorheen, uienpoeder, knoflookpoeder. Ja, in ieder geval een beetje gek spullen. En champignons gaan er doorheen, als ik al gezegd had. En dan doe ik een heel klein beetje tomatensaus er doorheen. En volgens mij was het wel wat ik er doorheen wil doen. Ik ga gewoon kijken hoe dat het loopt. In ieder geval, zoiets wil ik ervan maken. Dus we gaan het zien. Oké, tot zover ben ik nu. Dit is op zich allemaal wel redelijk simpel om te snappen. Ik ben mijn broccoli aan het blancheren. Mijn aardappels zijn er bijna aan het koken. Dit is gehakt met champignon. En ja, ik heb dit echt nog nooit gemaakt, dus ik ga het voor nu uit de losse hand doen wat ik wou doen, of denk te doen. Het is echt nogmaals uit de losse pols, ik doe maar gewoon wat ik denk, hè. Oh, dit was trouwens uienpoeder. Knoflook. Knoflook. Paprika. Eigenlijk vind ik hem nu al lekker. Ik denk dat ik er niet heel veel andere dingen aan moet doen. Even kijken, dat zijn... Ik had geen tomatenpuree, dus ik moet het hiermee doen. Doen met de dingen die je hebt. Zou het lekker zijn? Ik mis nog een beetje zout. Dus wat ik doe is, ik doe een runderbouillonblokje. Daar breek ik een stukje van af. Wat ik nu eigenlijk een beetje aan het doen ben, is zelf ook jus maken. Want jus kun je ook echt van tomatenpuree en alles maken. Dus daar ben ik nu eigenlijk een beetje mee bezig. Alleen had het vlees dan officieel iets harder gebakken moeten zijn. Waardoor je een beetje een laagje achter krijgt. Maar dat is niet mijn doel. Mijn doel is gewoon om even een simpele overschotel te maken. Ja, qua zout zit hij nu helemaal goed. Ik denk dat ik hier niet veel meer aan moet gaan doen. Want nee, dit is prima zo. Dit is gewoon prima. Dan ziet het er zo uit. En dat is mijn zelfverzonnen sausje, ding, weet ik het. In ieder geval, dat gaat, ik ga dadelijk dan de aardappels pureren. Daar gaat de broccoli doorheen. Als de broccoli er doorheen heb gedaan, dan ga ik op een ovenschaal eerst een laagje aardappelpuree met broccoli doen. Dan komt het vleeslaagje en dan komt er weer een laagje aardappel met broccoli. En dan denk ik dat ik er een paar stukjes kaas opleg als ik het in de oven doe. Maar ja, dat weet ik nog niet. In ieder geval, dat is de bedoeling. En ja, dan ga ik zo even uploaden terwijl mijn aardappels en broccoli gaar aan het koken zijn. Ik ben even gaan uploaden ondertussen dat dit gaar aan het koken was. Nu ben ik de aardappelpuree aan het maken. Er zit al crème fraîche in. En net heb ik er avondnat in gedaan dan. Vraag niet om hoeveelheden, want ik heb dit nog nooit gemaakt, dus ik doe maar wat. Oprecht, ik doe maar wat. En dan nootmuskaat. En een beetje sterrenpeper. Ik heb gewoon gekeken wat er eigenlijk een beetje op internet te vinden was. En ik doe echt maar wat. Ik heb maar gewoon van een paar recepten iets gepakt waarvan ik dacht van, dat lijkt me wel prima. Het is niet per se van, dit is het linkje, dat is het recept. Nee, echt niet. Ik doe wel vaker met dingen hoor, maar het is alweer even geleden. Ik vind de aardappelpuree iets te droog. Kijk, dit is een beetje droogig nog. Dus ik ga er een heel klein beetje melk aan toevoegen. Ik wil er geen boter aan toevoegen, want dat, ja, ik weet niet. Hier zit al vet in, dus ik wil het niet, zeg maar, vet maken. Dus ik heb er een beetje melk nu in gedaan. Over het algemeen, ik kan niet heel goed tegen melk, maar als het zo in het eten verwerkt zit, moet het allemaal wel oké gaan. Dus ja, maar ga ik nou een hele bak lasagne maken, dan ben ik wel echt de pineut. Dat moet ik niet doen. En dan eet je ook niet alle melk natuurlijk op, maar toch. Ik vind hem prima zo. Kijk, nu heb ik een beetje melk er doorheen gedaan en hij is al een stuk smeuiger. Dan ga ik even deze lepel schoonmaken. En dan ga ik even een andere lepel erbij pakken. Yes. Ik denk dat we dit zo wel hebben. Moet ik hem even proeven. En als jullie vragen hebben van, Mandy, waarom pak je ook een keer een ander lepeltje? Autisme. Ik heb een grijs verleden koksopleiding gedaan. En ja, dan krijg je dat. Ja. Ik vind hem goed. Dan gaat de broccoli erbij. Even goed mengen. De broccoli is iets harder dan beetgaar gekookt. Dat heb ik expres gedaan. Zodat alle blaadjes, want het zijn eigenlijk bloemetjes die je aan het eten bent. Zodat dat een beetje kapot ging. En dat je dan ook echt wel een, ja, een soort van gepureerd iets krijgt, weet ik het. Zoals ik al zei, ik doe maar wat. Het is echt een verzinsel. Een hersenspinsel. Ik moet zeggen dat het me eigenlijk niet eens tegenvalt. Wacht. Als we het dan toch goed doen, hè. Alles tegelijk proeven. Ik moet zeggen, ik heb mijn eigen overtroffen. Ja. Ik ben benieuwd wat Niels straks zegt. En dan is dit het eindresultaat. Tadaa! Dan kan die straks mooi de oven in. Misschien dat ik er wel paneermeel op doe en dat ik hem zo afbak. Misschien dat ik er wel kaas overheen doe, ik weet het nog niet. Ik ga het nog even allemaal bedenken. Maar mijn eten heb ik in ieder geval klaar. Dus mijn vaatwassertje kan weer aan. En dan moet ik dadelijk het kindje wakker maken. En zorgen dat ik Jordi ga halen. We hebben Jordi opgehaald. Yay! Nou zit ze lekker allemaal chipjes te eten. Sam heeft zijn chipjes en drinken en alles al op. Lekker hè? Lekker chips eten. Liam die kwam al voor de tweede keer vragen. Dus die had nog wat gekregen. Nou, de ovenschotel heeft in de oven gestaan. Maar goed, ja, ik heb er wat kaas overheen gedaan. En ik ga nu voor de kindjes de borden klaarmaken. Als het goed is komt Niels zo thuis. En dan kunnen we gaan eten. Eerste reactie, papa? Oeh. Het ziet er lekker uit. Ja. Je zit kaasje op, hè? Is altijd goed, hè, Liam? Ja, kaas, hè, kaasmonsters. Liam is al begonnen met eten. Volgens mij vindt hij het wel prima. Ah. Maar nou moet papa even gauw een hapje pakken. En Sam is aan het vertellen. Ja, Sam moet vertellen, hè. Smaakt goed. Ja, smaakt het goed. Dan moeten we daar ook nog een eerlijk antwoord van Jordi hebben, hè. Maar Jordi is wel het geëikte ding hier in huis. Nou, hij heeft honger, dus het... Wat zit er in je mond? En het antwoord is altijd van Jordi, als hij snel zijn mond nog een keer open doet. Precies. Sammy. Sam moet altijd eventjes denken, wat is het? Ja, ja het is goedgekeurd door Jordi. Is het ook goedgekeurd door jou? Ja? Oké. En door Sammy. Sammy ook lekker? Ja. Yay! Het is toch altijd wel spannend dit hoor, moet ik zeggen. Maar als papa het lekker vindt en Jordi vindt het lekker, dan is het meestal goed. Wil je ook zeggen dat er iemand boos is, hè? Hier is iemand boos. Omdat Sammy op zijn... Graaf! Op zijn rendiertje zit. Joef, ik ben geen zitplank. En Joef gaat altijd, als je op de grond hier zit, dan gaat Joef altijd op je schoot zitten. Of je nou wil of niet. Vind je lekker? Hè? Je gaat niet je broer eraf stampen, hè? Dan wordt mama boos. Nee, oké. Ben je eraf? Goed zo, Liam. Nou ben jij lief. Ja, Liam kan ook wel lief zijn hoor. Liam kan wel een hele lieve broer zijn. Ga je heel sneaky proberen je broer eraf te krijgen? Ja, dat gaat hij proberen. Dat is hij nou mee bezig. Hij zit nou iets te bedenken. Hoe ga ik dat nou voor elkaar krijgen? Ik denk ik ga iets spelen waar Sam normaal mee speelt. Het lukt niet. Gaan we achteruit. Dit is geen Michael Jackson rendier, hè? Dit is wel gewoon... Ja, eraf zit. Kijk eens hoe snel Liam zijn speelgoed weer inpikt. Oh. Speedy Gonzales is er niks bij, hè jong? Je kan niet daarmee op de trommel. Ja, hij denkt dat hij daarmee overal overheen kan rijden met de rendier. Het is geen big. Liam, niet doen. Een hele goede morgen. Ik heb ze allemaal al een fles gegeven. Wat de? Ik heb ze allemaal al een fles gegeven en dan ga ik iedereen aankleden en zorgen dat Jordi klaar is voor school. Zodat ik hem kan gaan wegbrengen. Ja. Fysio die komt niet omdat jullie nog steeds snottert. We hebben gewoon een zero tolerance beleid. En ik snap dat ook wel, want zij komt bij meerdere huishoudens. Dus ik snap haar geval. Ja, ik ga de jongens aankleden en Jordi naar school brengen. Nou, het was even werk. Sam is aangekleed. Liam is aangekleed. Jordi is aangekleed. Dan ga ik de jassen aandoen. En dan ga ik Jordi naar school brengen. Daar zit Jordi nog. En die andere twee ook. En toen gewoon poef, Jordi weg. Nee, niet grappig? Oké. We gaan wel naar huis rijden. Vinden jullie dat wel goed? Dat we naar huis gaan? Ja? We moeten thuis lekker krentenbol eten. Oké, top. Die zwijgt stemt toe, toch? Ik ben even fruit aan het geven. Het is banaan en aardbei. Liam die heeft banaan en appel. Want die houdt niet zo van aardbei. Wat hij eerst dus wel lekker vond. Raar kind. Maar ja. Dat is dus wat ik aan het geven ben aan de kindjes. Aap. Dus zo doen. We nu oefenen. Yay. En ja, dat was het eigenlijk meer niet te melden. Ik heb eventjes pannenkoekjes warm gemaakt voor ze. Sam vindt ze wel heel lekker, moet ik zeggen. Vind je het lekker? Lekker snaaien, jongen. Ik kan daar ook gelijk schone kleren aan, want hier ligt van alles. Dat is niet erg. Liam vindt het ook lekker. Hé, jongen? Is het lekker? Alweer? Vind je het lekker? Ja, ik kan naar mijn cijfers zoeken. Hij reageert niet omdat hij filmpje aan het kijken is. Vind je het ook lekker? Vind je het lekker? Zeg maar, ik eet, mama. Natuurlijk vind ik het lekker. Liam en Sam liggen allebei nu net op bed. Sam die slaapt ook al. En ik ga heel even wat eten. Dan ga ik eten maken. We eten vandaag macaroni. En ja, dat is wat ik daar even gauw maak. Zodat ik alleen nog maar rijst voor Jordi en de macaroni straks hoef te koken. En ja, even hier de keuken opruimen, want het is weer één grote bende. Maar ja, dat is zo gedaan als het goed is. Hallo? Ben jij wakker? Ben jij wakker? Hallo? Matte. Hey. Hi. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ben je toch een schatje? Ja, daar heb ik niks aan, mama. Ik wil eruit. Wil je eruit? Ja? Daar is hij dan. Hi. Oh. Ik had Jordi opgehaald en onderweg naar huis. Ik denk, oh, ik krijg ineens een stekende koppijn. Ik heb al koppijn natuurlijk van dit. Het is nog steeds een beetje een bult, maar het was andere koppijn. Ik kreeg last van mijn keel. En ik denk, in 10 minuten tijd gewoon, dat is zo raar. Dit is echt raar. In 10 minuten tijd kreeg ik daar gewoon echt last van. Ik denk, nee. Toen kreeg ik last van mijn nek. Alsof mijn nek gewoon helemaal compleet vast zit. Ik ben thuis gekomen, heb gelijk koorts gemeten. Ik had 38,4, zag ik. Toen heb ik maar een zelftest gedaan. Tadaa! Ook ik ben aan de beurt. Gisteren is de storm Corrie overgewaaid. En die heeft gelijk even gezegd, nou Mandy, je bent ook aan de beurt. Dus dat. Ik heb dus waarschijnlijk corona. Ik heb gelijk een afspraak gemaakt bij de GGD. Morgen moet ik testen. Dus dat gaan we dan maar doen. Morgen om 1:55 moet ik testen. Dus nu binnen zitten. Nou, tante Corrie is hier voor 100%. Want Niels is ook positief getest. En hier heeft meneertje 39 graden koorts. Juist, dus we denken dat hij het ook heeft. Morgen ga ik testen en Niels ook testen. We zitten rond dezelfde tijd, dus we gaan samen met z'n allen. Dus ja, hè. Het is nou eenmaal zo. Liam die heeft ook koorts. Maar die laten we nou niet testen. Als Niels en ik positief zijn, weten we toch wel wat die positief is. Hij ligt nu op bed. Niels is hem naar bed aan het brengen. En Sammy die is nou zijn flesje aan het drinken. Ik heb zo'n koppijn. Het lijkt wel alsof ik zware migraine heb, joh. Dat is niet gezond. Maar goed. We doen het er maar mee. Niels die gaat dadelijk Jordi ook klaarmaken voor naar bed te gaan. We moeten Jordi daar wel even helpen nog. Tenminste, ik denk niet dat we dat doen. Want morgen is hij toch thuis. Dus morgen kan het ook. Dus dat. Ja, we gaan wel zien hoe het loopt. Ik weet alleen dat ik heel erg koppijn heb. En dat ik vandaag echt niet ga editen. Dat doe ik morgenochtend wel even. En toen heb ik geen vlog afgesloten. We zitten allemaal thuis in quarantaine. Dus bij deze bedankt voor het kijken en tot de volgende.